Hallo en welkom bij Pols Model Train Stuff. Vandaag geen reparatie, maar ik ga op reis. Ik ga deze week, waarschijnlijk ben ik al flink aan het onderweg als deze live komt. Ik ga gewoon met de NS eerst naar Arnhem. En via Arnhem ga ik even kijken met de ICE 3 Neon. Naar Keulen. Kijk ik al naar uit. Lekker even rondkijken in Keulen. Niet te lang. Een paar uur. Daarna ga ik met de Eurocity, de EC9. Wat een Zwitserse trein is van Hamburg naar Basel. Ga ik de rit doen van Keulen naar Mainz. Dat is langs de Rijn. Het mooiste stuk van die rit, zegt men. En dat doe ik ook in het panorama rijtuig. Van Mainz ga ik naar Frankfurt met een ICE, maar ik weet niet meer wat voor soort het ook weer was. In Frankfurt ga ik natuurlijk op het grote station even lekker rondkijken en me vergapen aan de trein om daarna met weer een ICE te gaan helemaal naar Hamburg, want dat is mijn eindbestemming van dat deel van de reis. Dat is één dag. Tegen de tijd dat ik in Hamburg aankom, denk ik dat ik nooit meer een trein hoef te zien. Dan ben ik goed gaar. De volgende dag ga ik dus ook voor de afwisseling naar de Wunderwelt miniatuurbaan. Ik heb daar de hele dag voor. Misschien dat ik na een paar uur er klaar mee ben en misschien dat ik er pas bij tegensluit uitgegooid word, dat ga ik zien. Om de dag daarna met allerlei vervoer, van hoge snelheidstreinen tot lokale boemeltjes, naar Groningen gaan. En vanaf Groningen kom ik weer terug naar mijn woonplaats. Dat was een lekker rondje. En ik ga heel veel dingen filmen, fotograferen, opnemen. En ik zal daar ook al hier iets van neerzetten. En als ik dan weer terug ben, ga ik weer verder met een hele stapel die daar ligt. Van dingen die ik nog wil bespreken, repareren. Ik leg nog even op de baan. Dat is eigenlijk mijn voorraadkast waar dingen binnenkomen die ik er eigenlijk niks mee wil. En hier liggen nu een heleboel dozen. Maar niks wat je niet al gezien hebt. Dus, ik ga op reis. Lekker. En binnenkort dus iets meer trains en iets minder model. En tot snel.